persconferentie van Ajax-trainer Marcel Keizer ging het vanmiddag wederom veel over Casper Dolberg. De Denen zal het hele seizoen niet in goede doen, maar toch houdt Keizer vertrouwen in de jongeling. Hij geeft ook aan dat hij vorig seizoen goed gestart is. Ook een tussenpoze van 1-2 maanden minder is geweest. En daarna weer het opgepakt heeft. Ik denk dat dat heel logisch is voor een jongen van 19, 20 jaar. Daar hebben we een aantal van lopen. Dus ja, hij is gewoon lekker aan het trainen om te zorgen dat hij weer lekker in zijn vel komt te zitten. Dat hij weer de goede vorm heeft. Daar helpen doelpunten voor spitsen natuurlijk erg bij. Hij heeft er 3 gemaakt. Dus dat is alleen maar lekker voor hem. En als het lekker voor hem is, is het ook voor ons goed. De week ervoor was ook al prima. Zo, het komt er echt wel weer aan, hoor. Maar niet alleen Dolberg is aan het kwakkelen. Heel Ajax is nog niet het Ajax wat het vorig seizoen zo goed deed in Europa. En dat heeft volgens Keizer van alles te maken nog met de treurige situatie rond Abdellah Nouri. Het is pas 2 maanden en een week of 2,5 maand geleden dat we echt een hele zware tijd zaten. En daar zitten we eigenlijk nog steeds in. En langzamerhand gaat dat wel beter. En daarbij hoort ook nog de manier van voetballen, hoe we willen spelen. Dat we onze wil op willen leggen aan tegenstanders. Ja, dat is niet het makkelijkste spel. Dus we zijn nog volop in ontwikkeling. Gisteren was er weer iets van Appie op tv. En het is prachtig om hem dan zo te zien. Maar ja, dan weet je ook weer hoe zwaar het is. En ja, het is gewoon niet makkelijk. Zo simpel is het. Maar nogmaals, wij hebben het nooit als excuus gebruikt. Maar aan de andere kant vind ik wel dat dat men dan in de media dan ook snel heel erg kritisch is op een groep spelers, zeg maar. Dus daar heb ik wel wat moeite mee gehad, maar oké, zo is het. En omdat wij er geen excuus van maken, dan denkt iedereen maar dat je er zomaar overheen kan stappen. Maar zo makkelijk gaat dat echt niet. En ik begrijp wel dat we een aantal weekjes achter liggen, maar ik denk dat iedereen het ook wel logisch vindt, hoop ik. Hoeft trouwens niet, maar daar ga ik vanuit dat iedereen het wel logisch vindt dat dat ook zo is. Voor het treffen met Vitesse kan Marcel Keizer nog geen beroep doen op Deli Sengraven. En ook het meespelen van David Neres is twijfelachtig. De Braziliaan viel tijdens de training uit met een liesblessure.